En nu denk je misschien, wow, Elise, goed bezig. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag 18 september, geloof ik. En het is 6:15. Ik ga zo werken. Dus ondertussen ga ik even mijn ontbijt maken. Want dat moet ook gebeuren. Het is 6:15. Ik ga zo dus, wat ik al zei, werken. Ik werk, mocht je het niet weten, van naschoolse opvang. Maar ik doe ook de voorschoolse opvang. Dus dat is van 7 tot 8:30 breng ik kinderen naar school. En dan zit mijn dienst er weer op. En vandaag heb ik het een keer anders gedaan dan normaal. Normaal douche ik altijd voordat ik ga werken in de ochtend. En nu heb ik dat niet gedaan. Want ik probeer een beetje te bewegen. We gaan nu sinds kort op dinsdagavond zwemmen met mijn zus. Dat hebben we 1 keer gedaan. Maar het is wel het idee dat we dat dus vaker gaan doen. Maar vanavond kan ik niet, want ik heb een vergadering. Dus ik dacht, ja, eigenlijk is het wel goed om iets van beweging te doen. Dus ik dacht, ik ga dit eens proberen. Ga ik dus niet douchen voordat ik ga werken. Ga ik werken, ga ik een heel klein rondje hardlopen en dan ga ik daarna douchen. Want ik heb dan tussen mijn 2 diensten, van, heb ik gewoon heel ruim de tijd. Van 9 tot 2:15. Dus dan kan ik dan douchen. Dus dat ga ik nu eens proberen, hoe dat is. Ik kom bij het door de week bijna altijd met havermout. Vind ik heel lekker. En dat vult ook gewoon goed. En ik neem dan mijn medicijnen met wat vitaminepillen en koffie. Zo. Let's go. En ik ga dan altijd hier zitten. Bij mijn make-up tafel ga ik mijn make-uppen en mijn ontbijtje eten. Ik fluister een beetje, want Daniel slaapt nog. Ik ga werken, doei. Zo, ik ben terug van het werken. Het ging heel goed, was gewoon prima. En ik ga hardlopen. Ik heb mijn sportkleding aan. En ik luister altijd op Spotify. Heb je een soort running afspeellijst. En dan kan je dus... Daar meet hij dus jouw stappen en daar gaat hij de beat op aanpassen. Super handig. Ik moet wel zeggen trouwens dat ik sinds ik hier woon, dat is zo'n 2 jaar, heb ik 2 keer hard gelopen of zo. Dus het is iets wat ik nu wil proberen. Dat ik toch elke week iets wil sporten. Dus als ik dan niet kan zwemmen in de avond, dat ik dan in de ochtend iets doe. Bijvoorbeeld hardlopen of blogilates of zo thuis. Dus denk niet dat ik een fit girl ben, want dit doe ik dus voor de eerste keer. Ik ga hardlopen, maar ik ga jullie niet meenemen, want ik film nog steeds met mijn spiegelreflexcamera. Dus dat is niet handig. Ik ga hardlopen, zie ik jullie zo weer. Daar ben ik weer. Ik heb een kwartiertje hard gelopen. Helemaal niet zo lang, maar het is de eerste keer sinds jaren dat ik het weer doe. Dus ik ben al lang blij dat ik nog leef. Ik heb een bakje fruit gepakt. Ik heb banaan, kiwi en mango. Ik vind mango best lekker, maar het is altijd zo'n gedoe met het schillen ervan. Dat ik het gewoon stom vind. Dat hebben we bijna nooit. En als we het hebben, dan weet ik nooit goed hoe ik moet schillen. Daniel is ook in bed. Hallo. En dus ik ga mijn fruit eten. En nu denk je misschien, wow, Elise, goed bezig. Je bent echt fruit en sporten. Maar het valt reuze mee, want er ligt nog een stukje chocola in de kast. Dat ga ik zo opeten. Dus het valt reuze mee. Maar ik dacht, jij moet toch een beetje goed voor mezelf zorgen tussen al het chocola eten door. Dus dat is wat ik aan het doen ben. Dus ik ga lekker mijn fruitje eten. Hetzelfde, maar ik kwam weer gerust. Ik dacht, goh, als... Zo, ik heb gedoucht. Ik heb mijn make-up en mijn haar nog niet gedaan. Dat doe ik gewoon zo. Dan ga ik nu naar de stad koffie drinken. Ik dacht, ik laat mijn outfit even zien. Deze rok, die is van Sissy Boy van vorig jaar. Die was toen heel duur, maar daar ben ik echt ontzettend blij mee. Hij is gewoon heel erg leuk. En het is de laatste lekkere zonnige dag van het jaar. Daarbij draag ik mijn witte even en odd schoentjes. Een basic shirtje, nog wat kettingjes. En dit leuke tasje. Dit kon je al een keer op Instagram zien ook, als je me daar volgt. Dus ik ga naar de stad en dan ook nog even naar de kringloop. Daniel wordt gebeld. Ik ga er vandoor, doei! We'll be right back.
de stad. Dat was heel leuk. En gezellig. En ik heb dus nog wat dingen gekocht. Ben naar de kringloop geweest. Daar kon je al wat van zien. En één ding heb ik niet laten zien. Die ga ik in een shoplog laten zien. Dus die staat denk ik online. Of die komt nog online. Maar als hij online staat, dan link ik hem hier even boven. Ik kocht ook nog bij de Ethos 3 dingen. Als eerste deze Face Makeup Eraser Mini. Oh nee, Makeup Miracle Mid Face. Dus kan je make-up reinigen. Dat is voor een andere video die ik in gedachten heb. Dus die zag ik nu en ik dacht, nou, die koop ik gewoon. Dan kocht ik ook een foundation. Ethos heeft een nieuwe foundation of hij is vernieuwd. En Ethos vroeg me of ik die wilde testen. Nou, dat vind ik leuk. Dus dat ga ik zo doen. En ik kocht mijn favoriete lipbalsem. Deze is van Birds & Bees. En hij was op en ik miste hem zo erg. Dus ik heb hem opnieuw gekocht. Deze is wel duur. Iets van 3 euro. Maar dit werkt echt als een trein. Ik ga me lekker opmaken. En dan ben ik benieuwd hoe de foundation gaat zijn. Dit is trouwens de lichtste kleur die ik heb. En dit is ivory. Er waren nog wel wat donkerdere kleuren. Maar bleef wel bij de blanke kleuren. Dus je had niet echt bruin. Ja. Best wel oké. Okay. Wel een beetje een vieze geurtje. Een beetje een chemisch geurtje. Ik kan de ingrediënten ook niet vinden. Dus dat is ook een beetje vreemd. Maar verder vind ik hem wel mooi. Hij heeft een lichte dekking. Dus dat zie je ook wel. Het is niet meteen een plamuurlaag. En ik doe ook nooit heel veel foundation op. Maar het geeft wel een mooi mat effect. Ik ben benieuwd hoe die gedurende de dag blijft zitten als ik zou gaan werken. Ja, verder is hij wel mooi. Goede kleur. Ik ga soep maken en dan ga ik lekker lunchen met Daniel. Soep is klaar en we kijken erbij een afleveringetje New Girl. Koffie genomen en nu zit het op mijn shirt. Dus ik moet een ander shirt aan doen en daarna ga ik werken en twee pakketjes op de post doen. Want er waren twee bestellingen binnen. Heel leuk. Eigenlijk gisteravond al. Dus die had ik klaargelegd en die kan ik nu op de post doen. Leuk. Dus dat ga ik doen. Doeg! Hallo, ik ben weer thuis van werken. Het was leuk. Ja, het was gewoon leuk. Lekker buiten geweest, spelletjes gedaan. Het is nu 7:50. Daniel heeft heerlijk gekookt. Daar staat hij. Ik kwam thuis en het rook al lekker. We eten wraps. Dus ik ga zo snel eten en heb vanavond weer een vergadering. Er is ook een pakketje binnengekomen met mijn United Wardrobe bestelling. Ik zal even snel laten zien. Het zit heel leuk ingepakt. Dus ik laat dat nog even ingepakt zitten voor de shoplog die ik dus ga opnemen. Een heel leuk shirt. Een blouseje. Nog een blouseje. En nog een blouseje. En het leuke vind ik dat die twee laatste, die zijn met lange mouwen. Dus dat is ook voor het najaar leuk. Dus ik ben heel benieuwd als ik die, denk donderdag dat ik die video ga filmen. Als ik die uitpak hoe die zijn. Gaan we zo lekker eten. Ik zie chocola op tafel liggen. Heb je chocola gekocht? Ja. Ja, maar chocola is wel op, toch? Gevaarlijk. Ik moet niet te veel chocola voor me kopen. Nee. Want dan moet het op. Als het er is, moet het op. Nee. Nou, ik ga heel even... Ik heb deze gekocht zodat je goed kon doseren. Lief van je. Ik ga even mijn telefoon bijwerken, Instagram en mijn mail. Moet ook gebeuren. Nou, en dat. Dan zie ik jullie zo met het eten. Nou, het eten staat op tafel. Wraps en dan kunnen we nou crème fraîche op doen. Sla, een prutje en avocado, hoe heet het ook alweer? Guacamole. Guacamole. Erg lekker. Eet smakelijk, lieverd.
heerlijk. En we hebben nog een lekker toetje gegeten. Mini Magnums. Lekker. En ik ga zo naar een vergadering. Ja, daar ga ik jullie niet meenemen. Is niet zo heel boeiend. Het is van de jeugdclub waar ik leiding ben. Even een startvergadering. En ik dacht, dan sluit ik gewoon nu vast de vlog af. Want we gaan verder niks heel boeiend meer gebeuren. Ik hoop dat je het leuk vond om het op een doordeweekse dag eens te zien wat ik dan een beetje doe. Natuurlijk op mijn werk film ik niet. Maar dat weten jullie ook dat ik dat niet wil en niet kan. Ja, ik hoop dat je het leuk vond om zo deze vlog te zien. En vergeet niet te abonneren als je volgende week weer een vlog wilt zien. Dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot zaterdag. Doeg!